Hoi en welkom bij Vicky TV. Zoals jullie weten, hulphonden worden steeds vaker ingezet om mensen te kunnen helpen. En ik ben nu onderweg naar Kilian. Kilian is 10 jaar oud, heeft autisme. Hij heeft moeite met drukte en onverwachte dingen. Sinds Kilian Mika heeft, een autismegeleide hond, gaat het een stuk beter. Durft hij meer onder de mensen te komen. En zijn moeder en Kilian zelf willen Mika heel graag nomineren. Dus we gaan eens eventjes langs. Even kijken hoe dat nou eigenlijk zit. Hallo. Goedemiddag. Dionne. Hallo, Tere. Waar kunnen wij Mika en Kilian vinden? Die zijn op het moment boven. Oh. We zijn benieuwd. Dolly heeft er ook veel zin in. Gezellig. Hallo. Hoi. Hallo. Zo, hé. Wat heb jij lekkere kamers, hè? Meteen een blijdschap. Oeh, kijk. Een blijdschap van een hond. Dat gaat al helemaal. Even kennis maken. Wie kan nou? Kom hier. Kom, daar zit jij. Beter. Wat zo? Hij heeft een klikker. Hoe lang heb je Mika al? Iets van 1,5 jaar. En wat doet hij allemaal voor jou? Op drukke momenten, zoals in de stad, als ik het gewoon een beetje te druk heb in mijn hoofd, dan komt hij naar me toe om te kroelen en dan word ik weer rustig. Ja, hij is wel echt heel lief ook. En hij slaapt weer op de kamer. Staat hij weer op de kamer? Ja. En waarom is dat? Omdat ik dan iets minder bang ben. En wat voor verschil merk je nou sinds dat Mika bij jou is? Vroeger op school ook was het erg druk. En dan kwam ik thuis en dan wist niemand zo goed wat ze moesten doen. Maar nu heb ik Mika en nu weet ik dat wel. En wat gebeurt er met jou als er een drukke omgeving is? Ja, ik kruip weg. Ja, ook wel gestrest. Maar ik kan ook gaan huilen. Ik kan boos worden. Voelt ze ook aan op het moment dat jij niet zo lekker in je vel zit? Ja. En komt ze naar je toe? Ja. En komt hij naar me toe om met ze kroelen. Kom maar. Ja. Nou, het is ook wel echt een hele lekkere, wollige hond natuurlijk. Ja. Hij stept met de hond. Oh, echt? Hij fietst met de hond. Hij ontmoet andere baasjes. Ja. Dus hij heeft contacten met andere mensen. Ja. Zo. Een hele impact heeft het gehad. Ja. Heel groot effect. En er zitten ook echt leuke hondjes in deze wijk. Ja. Ja, dus je ontmoet dan ook inderdaad andere kindjes met hondjes. Ja, dus op een gegeven moment viel die uit op school. Ging minder naar school, werd echt ziek van de situatie. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus uiteindelijk heeft hij heel veel verschillende hulpverleningsvormen gehad. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk wel bizar dat je dan alles probeert en dat de oplossingen ligt bij een dier. Heel simpel is het eigenlijk, hè? Ja. Nou, en 2 weken geleden heb je examen gedaan, hè? Oh ja? Ja, daar is je voor geslaagd. Dus hij is nu officieel een hulphond. Eigenlijk wel. Wat cool zeg. Nou, gefeliciteerd. Super zeg. Bedankt. Leuk. Nou, vind ik echt niks. Hij vindt Dolly wel erg leuk. Hij is een beetje te chanten. Ja. Ik voel wel iets opbloeien hier. Dolly, je bent toch iets te oud hoor. Hij is aan het kijken hoe ver ik kan gaan. Ja. Hij zit ook echt zo van, hop, weg. Mika, jij gaat niet weg, vindt. Dat doe je wel heldhaftig zo. We gaan even wat actiefs doen. Even lekker steppen. Dus even kijken wat Dolly er ook van vindt. We hebben eventjes een cameraatje op Mika's rug gezet. Dan kunnen we precies kijken wat Mika eigenlijk ziet. Ik zou zeggen, let's go. Daar gaan we dan. Dit is wel echt een relaxed stepje dit. Maar af en toe ga ik ook echt wel heel erg hard. Zo, nou. Weet je? We zijn een vriendje tegengekomen, dus laat ze even lekker los. Zo kom je vaker mensen tegen, denk ik. Ja. Heeft Mika veel vriendjes? Ja, hij heeft er ook nog eentje bij de buren. We
Zoals je ziet, Kilian praat ook echt met andere baasjes. Dus het helpt ook nog eens goed met zijn sociale leven. Zit er ook echt helemaal in, dus, hè? Ja. Waar is Dolly nou? Het is wel echt, hier is Dolly. Een lekkere slijmkont. Kijk. Kom je door Mika nu veel meer buiten? Ja. En ga je vaak op de step? Of ga je dan ook andere dingen Ja, lopen, steppen, fietsen. Kijk, daar kan Dolly Mika het werkpaard. Jee, hopsakee. Kijk dan, ik hoef helemaal niks te doen. Nou, je hebt Mika opgegeven voor de Hond van het Jaarverkiezing, maar waarom moet jouw Mika nou eigenlijk winnen? Omdat Mika gewoon het beste hondje van de eeuw is. Hij is lief, hij doet goed werk. Dus niet eens van het jaar, maar van de eeuw. Ja. Ja. Nou, ik vind het een goed punt. Vond jij het verhaal van Mika en Kilian ook zo mooi? Doe dan even een hele dikke duim omhoog. En vergeet natuurlijk ook niet om op Vicky TV te abonneren. En hopelijk zie ik jullie volgende week weer. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En tot ziens. Doei!